deze avond samen kunnen meemaken. De reden waarom we dit eigenlijk zijn gestart is omdat we geloven dat er heel veel negativiteit en angst en haat in de wereld is nu. En met name na alle terreuraanslagen en terrorisme. En we merkten daardoor dat heel veel mensen in onze omgeving, maar ook via social media en eigenlijk de maatschappij, gewoon heel erg gingen handelen en spreken vanuit angst en haat en heel erg bagatelliseren. Dus elke moslim zal wel terrorist zijn en elke, zo aan. En toen hebben wij gezegd van ja, weet je, hoe ga je daarmee om? Want in principe is het denk ik eerder de insteek dat je moet focussen op liefde en kracht. En uiteindelijk zijn we allemaal mensen geboren om liefde te ontvangen en liefde te geven. En dat is klein begonnen, midden in de nacht op Facebook staan en hopen dat er hier misschien een paar mensen... Maar uiteindelijk zitten we hier toch met een volle kerk. En ja, eigenlijk zo is het ontstaan. Just give me a chance. All we are saying. Just give me a chance. Loop mee voor vrede. Loop mee voor vrede. Denk ik eerder een focus hoe wij mensen als geheel erop reageren. Want op het moment dat je steeds gehoor blijft geven aan het voeden van angst en negativiteit en haat en lijd, dan blijf je iets in stand houden. En het is juist aan ons als maatschappij en als mensen om het voortouw te nemen en zeggen van wacht even, klaar. Niet meer oorlog, niet meer bommen, niet meer dat machtsverhouding. Gewoon focus vanuit liefde. En focus dat hier en nu in je eigen kring. En dan gaat het vanzelf wel resoneren. Make peace, not war. Make peace, not war. Make peace, not war. Make peace. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love. Love is all you need. Dat angst gewoon leedvermaak is en dat media, die bespeelt zijn eigen propaganda. En op het moment dat als media een eigen propaganda hebt, dan heb je gewoon puur een strategie over hoe je de mensen zo vreedzaam mogelijk gaat voeden met angstberichten om zo gewoon diverse culturen en bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. En dat gebeurt zo onbewust. Ik denk dat zoals vanavond deze kick-off daar een heel mooi eerste initiatief van is. Mensen verbinden door middel van mindfulness trainingen. Mensen verbinden door muziek. Mensen verbinden door gedichten, dans. Ik denk dat stap nummer 1 is naar bewustwording van. En daarom hebben we ook bewust gezegd van dit is onze eerste kick-off. Maar dit blijft niet ons enige evenement. Ik denk dat je gewoon ergens een zaadje moet planten en dat het dan vanaf daar vanzelf wel, gewoon zoals net als een druppel water, wat Leidek eigenlijk zei, gewoon zich gaat resoneren. Because every little thing's gonna be alright.
dat wat Leideke daar heel duidelijk probeert te stellen, is dat jezelf eerst moet voeden met liefde. En dat je moet vertrouwen op jezelf. Dat jij er mag zijn. Dat jij goed bent zoals je bent. Want op het moment dat je eerst van jezelf houdt en je focust op het positieve, dan pas kan je de liefde aan de anderen doorgeven. En dat is precies wat Leideke bedoelt. Van oké, focus nou eerst op je eigen kracht. Focus op hetgeen wat jij kan doen. Geloof in jezelf. Geloof dat jij overvloed mag ontvangen aan liefde en vrienden. Geloof dat jij overvloed mag ontvangen aan gezondheid. En dat je het ook weer door mag geven. Ja. Ik denk dat ze vooral de liefde dus eerst aan zichzelf moeten geven en dan daarna echt doorgeven aan anderen. Kom naar onze meetings en events, ga heel veel mediteren, lees over elk vrijwillig dingetje die je voor een ander kan doen. Zoals wij ook, wij staan hier allemaal vrijwillig vanavond. Het heeft ons maanden werk gekost, maar dat geeft wel heel veel terug. Dus op het moment dat je zelf iets de wereld inblaast met liefde, ja, dan merk je ook dat je dat terugkrijgt. Maar begin gewoon klein, het hoeft echt niet zo groot te zijn. En op het moment dat je geboren wordt, dan ben je heel kwetsbaar. Ben je nog heel erg puur vanuit je onderbewustzijn. Ben je eigenlijk nog niet gevormd door ego. En op het moment dat je ouder wordt en je gaat de maatschappij in, dan gaat zich een ego creëren. Want je wil van alles, je wordt beïnvloed. De media zegt dit, je klasgenoten zeggen dat, je ouders zeggen dit, je zus zegt dat, whatever. Dus dan wordt je ego heel erg gevoed. Met alle berichtgeving en alle mensen om je heen. En ook met alles wat er gebeurt natuurlijk. En door je eigen levenservaring. Maar van nature, dat we geboren zijn, zijn we gewoon puur. En zijn we gevuld met liefde, zonder angst. Een baby die raakt met gemak een waterkoker aan. Waarom? Want hij heeft niet rationeel in zijn hoofd zitten. Oh nee, maar dat is eng. En dat is iets waar we zeg maar in moeten trainen. Dat we dat weer terugkrijgen. We are powerful beyond measure. Ik zou zeggen, blijf vooral Soul Creatives volgen, onze stichting op Facebook, Soul Creatives, moet ik het wel goed zeggen. En voor de rest, blijf geloven in jezelf en kom gewoon naar onze evenementen.